Onder het nieuwe verbond is elke gelovige een priester. In het Oude Testament waren bepaalde godsdienstige handelingen, zoals het offeren, voorbehouden aan een beperkte groep priesters. Onder het nieuwe verbond is elke gelovige een priester, dus niet alleen de predikant des woords, maar ook zelfs het kindelijke dat van harte in zijnen zaligmaker gelooft. God heeft namelijk alle gelovigen in Christus geheiligd tot priesters en zijn daarmede in staat alle geestelijke offeranden op te offeren, dus ook het avondmaal des heren en den waterdoop. Petrus schreef uitdrukkelijk 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 5 zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Aangezien God elken gelovige heeft geheiligd tot priester, kan elke gelovige aan God geestelijke offeranden offeren. Geestelijke offeranden zijn iets anders dan de vleeselijke offeranden uit het Oude Testament dat waren de offerdieren de offerdieren waren slechts een zinnenbeeld van het ware offer namelijk het lam gods dat is Jezus Christus die zichzelf gesteld heeft als ene verzoening voor de zonden der gehele wereld Hebreeën hoofdstuk 9 vers 12 nog door het bloed der bokken en kalveren maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom ene eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende er is maar één hoge priester die verzoening kan doen voor de zonden der wereld namelijk onze heere en zaligmaker Jezus Christus omdat de zaligmaker met zijn eigen bloed in den tempel, die in den hemel is, eene eeuwige verlossing teweeggebracht heeft, hebben offerdieren onder het nieuwe verbond geen plaats meer. Maar onder het nieuwe verbond zijn er wel degelijk priesters en ook offeranden. De priesters zijn thans alle gelovigen en de offeranden zijn geestelijke offeranden. De Bijbel geeft een aantal voorbeelden. Psalm 141 vers 2. Mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 15. Laat ons dan door hem altijd God opofferen ene offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen, die zijn naam belijden. Vers 16. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Alleen de hoge priester, Jezus Christus kan verzoening doen voor onze zonden. Dat kunnen wij niet, maar wij kunnen wel geestelijke offeranden offeren. Het gebed en de hulp aan behoeftigen zijn voorbeelden van geestelijke offeranden die elke gelovige onmiddellijk aan God kan offeren. Dat wil zeggen zonder tussenkomst van een priester maar ook de priestelijke bedieningen, als de doop en het avondmaal, komen onder het nieuwe verbond aan elke gelovige toe. Aangezien God elken gelovige heeft geheiligd tot priester, kan dus ook elke gelovige den waterdoop verrichten. De Bijbel biedt vele voorbeelden van mensen die anderen doopten. Men denken aan Johannes den Doper. Dit betekent echter niet dat gij alleen maar door iemand anders gedoopt kunt worden. Indien gij gelooft, kunt gij uiteraard ook uzelven dopen. Elke gelovige behoort immers tot het Koninklijke Priesterdom. De Heilige Schriftuur geeft hier een voorbeeld van in Naaman den Syriër. Aan wie de profeet Elisa had gezegd: om zich zevenmaal te wassen in de rivier de Jordaan, ten einde gereinigd te worden van zijne belaatheid. 2 Koningen, hoofdstuk 5, vers 14. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan zevenmaal naar het woord van den man Gods, en zijn vlees kwam weder. Gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. De doop wordt dus niet heiliger als hij door een belangrijk man uit de gemeente wordt verricht. Niemand is belangrijker dan God zelf, en de Heere God heeft het ganse volk van Israël gedoopt toen zij door de Schelfzee gingen bij hunnen uittocht uit Egypte. God almachtig heeft het ganse volk van Israël laten delen in zijn heilig avondmaal, toen Hij hen voedde met het manna uit den hemel. En toch heeft God in velen van hen geen welbehagen gehad. 1 Korinthe, hoofdstuk 10, vers 1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders... 'Allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn. Vers 2, en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. Vers 3, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. Vers 4, en allen denzelfden geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots. Was Christus. Vers 5. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Veden van het uitverkoren volk Israël hebben het beloofde land niet kunnen bereiken. Het beloofde land is een zinnebeeld van den hemel. Zij hebben het hemelse paradijs niet kunnen bereiken, dat God den gelovigen beloofd had. De Israëlieten hebben veertig jaren door de woestijn gezworven, en de meerderheid is in de woestijn gestorven. Maar waarom konden zij het beloofde land niet ingaan? Waarom zijn zij op den weg in de woestijn ter neder geslagen? Paulus zegt. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 17. Over welke nu is hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen die gezondigd hadden? Welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? Vers 18. En welken heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen die ongehoorzaam geweest waren? Vers 19. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Bij hun uittocht uit Egypte waren zij gedoopt in de Schelfzee. Zij hadden het avondmaal genuttigd, namelijk het manna dat elke dag uit den hemel viel. Maar zij zijn nogthans verloren gegaan. Waarom? Eenvoudigweg omdat zij niet. Geloofden, zij hadden tegen God gezondigd door Hem niet te geloven. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 2: Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewel het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Als het uw zaligheid aangaat, dan hebben doop en avondmaal daarom geen erlei waarde. Geen water of brood kan u redden van den toorn gods over de ongelovigen. Geen priesterlijke bediening kan een mens zalig maken. Christus heeft als hoge priester de ganse mensheid met God verzoend. Maar dat betekent niet dat een iegelijk zalig zal worden. Nee, zoals Jezus zeide in Lucas hoofdstuk 10, vers 42, eerste gedeelte: Maar één ding is nodig. Er is maar één wijze om zalig te worden en dat is door het geloof in den Heere Jezus Christus, die gestorven is voor de zonden der ganse wereld. Johannes hoofdstuk 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid is. En het leven. Niemand komt tot den Vader dan door mij. 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende, hunne zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Handelingen, hoofdstuk 16, vers 30, en hen buiten gebracht hebbende, zeide hij. Lieve heren wat moet ik doen opdat ik zalig word vers 31 en zij zeiden geloof in den heere Jezus Christus en gij zult zalig worden gij en uw huis gehoorzaam daarom de roepstem des heren en geloof in den heere Jezus Christus Johannes hoofdstuk 3 vers 36 die in den zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn gods blijft op hem. Kijk ook naar mijn andere filmpjes over het ware evangelie van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal dat naar het kortste vers uit de Bijbel Johannes hoofdstuk 11 vers 35 genaamd is Jezus weende.